Breda Nu. Je weet het meteen. Hallo. Dit is de Beach Bum Bonanza, hè? Ja, inderdaad. En ik vond het hartstikke gaaf. En ik wilde er op gelijk een wagen meenemen. En toen hebben ze hem hierin opgesloten. Maar hartstikke leuk. Kom, we gaan even kijken wat er allemaal te zien is. As the hair stands up on the back of your neck. You better get out of town just as fast as you can. Come face to face with the hoodoo man. Oké, hoi, u bent van Dirty Sleds? Ja, klopt. Ik ben van de Dirty Sleds en dat is een autoclub hier in Breda. Ja, want Sleds, dat... Ja, dat klinkt vreemd voor een Brabander, maar dat betekent een slee, vrij vertaald. En dat is een type auto, een custom auto. Hey, en jullie organiseren dit, komt dit ieder jaar terug in Breda? Daar zijn we wel van plan, zeker na vandaag. Als je kijkt hoeveel mensen hier zijn op pad zijn gekomen, wat de kwaliteit van de auto's is, is een uniek moment voor Breda, uniek evenement voor Breda. En we horen eigenlijk van iedereen dat we het zeker nog een keer moeten herhalen. Dus dat gaan we ook doen. Wat vindt u van de dag? Het is geweldig. Wat vindt u van de auto's? Alleen maar mooi. Echt, er zijn zoveel aparte auto's en zoveel hele leuke mensen. Het plaatje is gewoon compleet en dat is het belangrijkste. Iedereen heeft het naar zijn zin. Je ziet bij iedereen ook echt gewoon een glimlach op het gezicht. En u wilde net het interview afsluiten met de woorden, maar in Breda is het toch het mooiste? Ja, zonder meer. Kijk, het is, de customcultuur is ontstaan in Californië, in Amerika. Heel veel mensen zijn ermee bezig. Wij doen het dan weliswaar natuurlijk met een Brabants en voornamelijk een Breda's sausje eroverheen. En dan merk je hier aan de gezelligheid. Op een topgezellige dag. Het is een evenement echt voor de Bredanaar. Bredanaar en omstreek, open evenement. Iedereen kan komen. Man, vrouw, kinderen, het hele gezin. Van alles te doen. Lekker een dagje op het strand. Lekker een dagje auto's kijken. Wat vindt u van deze dag? Ja, een mooie dag. Mooie auto's, mooie muziek, altijd goed. Hartstikke leuk. Ja, mooi. Wat vindt u van de wagens? Ja, zelf hartstikke mooi. Ik heb er zelf ook één bij, dus ja. Ja, geweldig. Wat vindt u van de auto's? Goed initiatief. Ja, ook mooi. Ja, ik vind het gewoon super dat dit allemaal kennen in de Belkrum. Dit is gewoon geweldig. En het is een uitgesproken dag natuurlijk. Wat vindt u nou van de auto's? Ja, geweldig. Ooit nog mijn droom, dus. Ja, super. Ziet er goed uit, ja, absoluut. De auto's? Ja, goed. Goed. U heeft zelf zo'n wagen? Ja, deze is voor mij. Het is mijn kindje. En die blijft altijd bij mij. Die ga ik echt nooit verkopen, nee. Ik vind het echt top. Heel veel leuke mensen, heel veel auto's. Ik vind vooral voor een eerste keer dat het heel goed geregeld is. Wat voor auto heeft u bij? Zo'n Mercury Comet, de 62. Hoe komt er nou bij om zo'n wagen zo aan te schaffen? Lange droom, goed sparen en uiteindelijk aanschaffen.
Jij nu? Je weet het meteen.